Het Openbaar Ministerie signaleert een trend in de advocatuur waarbij naast het klassieke werk van pleitbezorger en rechtsbijstandverlener voldoende werk blijkt te zijn in het adviseren van bedrijven over allerhande zaken. Dit heeft procureur-generaal Roy Baidyshnath Pandey gisteren gezegd bij de beëdiging van 6 nieuwe advocaten. Pandey noemde onder meer advies over het contractrecht, claims en arbitrage. Het adviseren van bedrijven is een uitdaging voor de advocaat om verandering te brengen in zijn portefeuille, zegt hij. En ik noem willekeurig over het contractenrecht, claims, settlement, arbitragevoorzieningen en aspecten van het arbeidsrecht, het milieurecht en het fiscaal recht. Het betekent dus dat verdieping en zelfs specialisatie zou kunnen bijdragen om als materiedeskundige goede advisering te doen. En hierin ligt volgens ons de uitdaging om variatie te brengen in de portefeuille van de advocaat. De procureur-generaal merkte verder op dat met de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van strafrecht in 2015 er nieuwe elementen zijn toegevoegd aan de modaliteiten van strafafdoening. Hij hoopt dat er geen valse start wordt gemaakt. En ik noem met name de oplegging van alternatieve straffen en de verruiming van de mogelijkheden tot afdoening buiten het proces van strafbaarheid. Administratieve en organisatorische voorzieningen worden voorbereid om beide genoemde modaliteiten in de praktijk te kunnen inzetten. We hopen daarom dat de nodige menskracht en middelen tijdig gemobiliseerd kunnen worden, zodat er geen valse start gemaakt wordt. Ook de deken van de Surinaamse Orde van Advocaten, Harish Manorat, sprak de nieuwe advocaten toe. Hij hield ze onder meer de waardigheden van het beroep voor. Hij zei dat niet alle advocaten het waardig zijn om de titel advocaat voor hun naam te dragen. De nieuwe advocaten die gisteren benoemd zijn, zijn Maureen Dayala, Glenn van der San, Utra Bihari, Nalini Ramnarayan, Merlin Goud en Desiree Lala.